Hallo? Hallo? Kan ik? Mag ik? Staat de microfoon aan? Ja? Oké, hier gaan we dan. Heel lang geleden, in een prachtig sprookjesbos. Oei, ik ben de hoofdpersonages vergeten. In dit verhaal zijn enkele belangrijke personages aanwezig. Ik ga ze even aan u voorstellen. Onze directeur van het circus. Welkom, welkom. Onze tovenaar. Ik ben Pocus. De assistent van de tovenaar. Ik ben bang van de toekomst. Kabouter Sjaak. Oh, waar is hij? Ik zie hem niet. Hier ben ik. Ah ja, je bent zo klein dat ik je niet zag. Onze goede vee. Hallo, ik geef jullie al mijn liefde. De wandelende tak Philip. Jullie zien mij niet, maar ik ben er echt wel. Kijk maar eens onder die tak. De opzetten. Nu iedereen is voorgesteld, gaan we van start met het verhaal. Heel lang geleden, in een prachtig sprookjesbos. Heel wat. Zo te zien hebben ze precies geen respect meer. Staan die nonnen hier ook in het script? Wie heeft dit script in godsnaam geschreven? Wij niet. Sisteret, heb ik al gezegd dat je vandaag goed ziet? Nee, ja, maar zuster Axel, je moet wel eens in de spiegel zien. Je hebt een dikke puist op je neus. Ja, inderdaad, die staan ook in het script. Dus onze zuster Axel. Dat zijn ik. En zusteret. Halleluja. Derde keer goede keer. Hier gaan we dan met ons verhaal. Heel lang geleden, in een prachtig sprookjesbos, tijdens het bloei van de zomer, stond er een heel erg bekend circus. Welkom, welkom bij deze prachtige show in Circus Salabim. We gaan jullie omverblazen met prachtige acts, clowns, geweldige, zotte, exotische beesten. Dansende apen. Wilde leeuwen. De beste acrobaten van de wereld. Papegaai die pannenkoeken bakken. En onze directeur blijft maar doorgaan. En diep in de tribune zit er een klein, onopvallende kabouter. Hij heeft grijze, fluffy haren. En een te grote rode pinnenmuts met een groene pompon. Hij heet Sjaak. En droeg ook altijd hetzelfde pak, een grijze t-shirt met een grijze broek en een zwarte riem. Hij was ook heel trots op zijn lange grijze baard. Maar nu terug naar de act. De zotste voltige-shows. Wat is dat? Dat smeer ik met paarden, zeg. Dan gaan ze nog leven als gemak. De beste jongleurs. De gevaarlijkste vuurroepels. Pratende tijger. Zwaardslikkers. En nog veel meer. Maar nu eerst onze grappigste ter wereld. Clown Donald! Wow, wat een prachtige act, Donald. En dan nu, onze hoofdact van vanavond. Onze geweldige, mysterieuze, magische... Tovenaar Pocus! Pocus, Pocus, Pats, dat ken ik. Maar Pocus alleen niet. Ik ken alleen Avada Kedavra. Je weet wel van dat manneke met zijn bril en dat stoekje. Wat doen die nonnen hier in dit verhaal? Hallo allemaal, ik ben Pocus, maar word veel liever aangesproken met Hocus.
Ben ik iets vergeten? Ah, ja. Ik weet het weer. Hier is mijn majestueuze, geweldige assistente. Dank u, mijn geweldige tovenaar. Zeg, zusterit, is dat nou niet die truc van bij de bakker? Wat doen die nonnen hier in godsnaam in dit verhaal? Jacques werd persoonlijk uitgenodigd door de tovenaar om exclusief de show te komen kijken. Oh my god, ik ben zo benieuwd dat het die goede oude hokus uit zijn mouw kan schudden. Ik heb heel lang moeten nadenken, maar ik ga mijn gevaarlijkste en moeilijkste, maar ook spannendste act doen. Ik zal mijn lieve assistenten met een superzware, keischerpe kettingzaag door midden zagen. Het is niet waar, hè? Moet dat nu al? Zagen. Amai, dan gaat de twee liefdallige assistenten hebben. Na een vreselijk geschreeuw had de tovenaar door dat zijn lieftallige assistenten mijn echte kettingzaak door midden is gezaagd. Oh nee, dit is een catastrofe. De naam van mijn zeepen gaat naar de baantjes. Snel, voor het te laat is, bel de hulpdiensten. En niemand panikeren! Die is rapper boven dan wij. Kan iemand die nonnen buiten zetten? De tovenaar verdween in een wolk van rook. De kabouter wist dat het nu of nooit was om deze zaak te onderzoeken. En zette het op een lopen. Maar de hele tent was hermetisch afgesloten. Aangezien Jacques heel klein was, kon hij toch nog ontsnappen door een klein kiertje. Jacques is toch kunnen ontsnappen uit de circus tent en probeert binnen te geraken in de caravan van de tovenaar. Gelukt! Jacques kijkt rond in de grote donkere kamer op zoek naar een aanwijzing. Amai, die heeft precies ook nog nooit gehoord van opruimen. Wat een rommel! Dan hebben ze nog niet de kamer van zuster Axel gezien. Jij moet wel veel zeggen, hè? Uw zwarte kaarsen liggen al meer dan een maand onder uw bed. Zusters! Sja kijkt rond en vindt een krant met een interessant artikel. Een artikel over dit circus. Hier staat een stukje over de goochelaar. Verschrikkelijk saai en onorigineel. Dit is geschreven op 7 mei. Dat is 3 dagen geleden. Oei, en geschreven door de assistenten. Sja leest het artikel en begint te denken of dit iets te maken heeft met de moord. Oei, oei. De goochelaar heeft het artikel ook gelezen, hè? Misschien werd hij boos en heeft hij dan... Ze kunnen beter dan Bijbel lezen. Ja, ze straks zelf, dan hebben ze zoiets niet voor. Jacques zijn gedachten worden abrupt verbroken wanneer een sleutel in het slot wordt gaan. Jacques schrikt en zoekt haastig naar een verstopplek. Zijn kleine hersentjes draaien op volle toeren. En de tovenaar kan elk moment binnenkomen. Net op tijd springt Jacques in de hoek van de kamer. Godverdomme! Al een geluk kon ik nog ontsnappen uit die circustint. Ik moet hier zo snel mogelijk weg. Maar eerst moet die krant verdwijnen. Waar ligt dat rotting? Ah, hier. De tovenaar verkreukt de krant en steekt het in zijn zak. Hij verdwijnt haastig uit de kamer. Jacques komt tevoorschijn. Die mag zijn voeten ook wel eens wassen, zeg. Wat stinkt daar hier in zijn schoen? Maar ik ben iets op het spoor. Snel naar huis. Jacques loopt sneller dan zijn kabouterbeentjes hem kunnen dragen. Hij kan niet wachten om dit allemaal aan zijn vrouw te vertellen. Loopt hier ook nog een wolf rond in dat bos of wat? Zeg, zusterit, als die hier rondloopt, eet hem hem op, hè? Jacques komt na een eindje lopen, hijgend thuis. Hij gooit de deur open en zegt tegen zijn vrouw... Hey. Hey, hoe was je dag? Ik heb echt iets heel raar meegemaakt vandaag. De kabouter legt het hele verhaal over de goochelaar en de assistent uit aan zijn vrouw.
Dus in die krant stond dat die assistente een slechte review had gegeven over de goochelaars en ik. Ja, dus het lijkt mij vrij duidelijk dat de tovenaar gewoon wraak wou nemen. Dat lijkt mij vrij... De wandelende tak Philip stormt binnen en onderbreekt de goede fee. Hij slaagt de deur dicht en met een hijgende stem zegt hij... Ik heb van dat incident gehoord in het circus en ging even naar buiten. Ik zag daar een man met een kooi en een doek erover. Ik heb hem nog nooit in het bos gezien. En ik ken iedere tak van dit bos. Echt waar? Ik was toevallig in het circus en ging daar even kijken in de caravan van de goochelaar. En zag daar iets verdacht. Kan het zijn dat het de goochelaar was? Nee. Ik heb die man nog nooit gezien. Wat staan we hier nog te doen? We moeten hem volgen. Ze rennen naar buiten en lopen door de regen de man achterna. Na 10 minuten lopen, zijn ze bij het huis. Kom, we klimmen op de vensterbank. Ik wacht wel beneden en ik kijk of er iemand voorbij komt. Ze zien twee mannen ruzie maken met elkaar. En op de achtergrond allemaal kabouters. Die rechtse is de tovenaar en de linkse is waarschijnlijk die man die hebt zien wandelen met die kooi. Hij lijkt wel een opzetter voor kabouters. Wat een lekker linkse. Sjaak schrikt van deze opmerking en verliest zijn evenwicht. Hierdoor valt hij van de vensterbank. Philip onder hem probeert weg te komen. Maar hij is net niet op tijd en wordt geplet door Sjaak. Ah! Sorry. Ik heb maar fragiele botjes hoor. De twee mannen horen dit en kijken door het raam. De opzitter rent naar buiten en ziet Sjaak en Philip op de grond liggen. Hij grinnikt en pakt Sjaak op. Hij loopt met Sjaak in zijn handen naar binnen. Wat nu? Ik weet niet goed. Had jij nu maar niet die domme opmerking gemaakt? Wat? Dit is mijn schuld? Hij verloor zijn evenwicht. Oké, je hebt gelijk. Maar we hebben hier nu echt geen tijd voor. We moeten hem gaan halen. Ja, ik weet het. Maar hoe? De twee verzinnen een plan om Sjaak te bevrijden. Je weet wat je moet doen? Ja, luid en duidelijk. Ave, ave. Ave Maria, ave, ave. Wat komen die nonnen hier weer doen? Ave, weg met die nandel. Veer loopt richting de deur en belt aan. De opzitter doet open. Hallo, wie ben jij? Fie, aangenaam. Wat doe jij hier? Gewoon, ik weet dat jij op kabouters jaagt en ik zag toevallig je reden in het bos. Echt waar? Niet zo ver hier vandaan. Vee vertrekt met de opzitter verder het bos in en knikt naar Philip om te laten weten dat hij naar binnen kan gaan. Philip sluipt naar binnen en roept stilletjes een paar keer. Sjaak! Sjaak! Er is geen reactie, dus hij gaat verder het huis in. Hij schrikt van al de kabouters en ziet op de salontafel een blad liggen. Het lijkt op een WhatsApp-gesprek. Hij leest het gesprek. Ik denk dat hij iets doorheeft over onze relatie. Het doet de laatste dagen al vreemd. Ja, ik weet het, we moeten echt voorzichtiger zijn. Hij stopt het blad in zijn jasje en wandelt verder. Hij roept nog een paar keer. Sjaak! Sjaak! Hallo? Is hier iemand? Ja. Ik ben Philip. Wie ben jij? Ik ben de tovenaar van het circus. Maar je hoeft echt niet bang voor mij te zijn. Ik heb niks met die moord te maken. Ik weet het. Kijk maar eens wat ik vond op de salontafel. Een gesprek tussen Victoria en de directeur? Lijkt erop dat die twee een geheime relatie hadden. Het is inderdaad raar, maar ik moet nu echt mijn vriend Sjaak vinden. Is dat die kabouter waar hij mee binnenkwam lopen? Ja, weet jij toevallig waar hij is? Ik denk het wel. Kom maar even mee. Ze gaan door een grote dikke deur en zien Sjaak daar in hun kooi zitten. Ah, ik wist wel dat je me zou komen redden. Tuurlijk, we zijn toch vrienden? Kom, we moeten opschieten. De tovenaar pakt de sleutel en doet de kooi open. Sjaak bedankt hem, maar kijkt Philip raar aan. Hij vraagt of hij niet de moordenaar was. Nee, ik denk niet dat hij er iets mee te maken heeft. Kijk maar wat ik hier vind. Philip pakt het blad uit zijn jasje en laat het Sjaak zien. Hij vertelt er ook bij dat het Victoria, de assistent, en de directeur van het circus zijn.
De assistente was samen met de opzetter en had een affaire zo te zien met de directeur. Hier kwam de opzetter achter en vermoordde zijn eigen vrouw. Zo dom zijn jullie dan toch niet? Wij geloven dat die zo stoem zijn als een achterdeur. Iedereen schrikt en kijkt om. Ze zien daar de opzetter staan, met vee in zijn handen. Laat haar gaan! Alleen als jullie allemaal mooi de mond houden. De drie kijken elkaar aan en weten niet wat doen. Ineens ziet Philip een bus staan met daarop verf. Hij pakt die en spuit het in de ogen van de opzetter. Philip duwt de opzetter in de kooi en doet deze op slot. Even later horen ze de sirenes van de politie en leggen alles uit. De opzetter bekent en de politie neemt hem mee. Dit was mijn dagje wel. Bedankt, Philippe, om mij te redden van die opzetter. Ah, dat is toch graag gedaan. Ik ben dan ook een held. Ze geven een dikke knuffel en gaan naar huis. Een paar dagen later hangt er nog één vraag in hun hoofd. Toch vraag ik me nog steeds af hoe hij haar heeft vermoord. Philippe stormt binnen en roept... Dat is niet meer nodig. Het staat hier in de krant. Kijk maar. Voor de show heeft zij de kist opgevuld met zand, zodat ze lucht zou worden doorgezaagd. Amai, en dat allemaal omdat ze een affaire had. De opzetter zit in de cel en de tovenaar brengt elke dag een bezoekje aan Sjaak en de goede vee. Philip leeft nog steeds in een boom en komt regelmatig langs. Ze leefden nog veel en kregen lange kinderen, of ze leefden hard en kregen zonder kinderen, maar... Kan er iemand mij vertellen wat die nonnen hier eigenlijk kwamen doen? Ja, we moeten ook niet alles weten, hè. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Slaap wel.